Sporen, seinen, wissels en tientallen soorten modeltreinen van Märklin. Christo Gerards begon pas 9 jaar geleden met zijn hobby. Maar in korte tijd bouwde hij zijn zolder vol met honderden meter spoor. Er lopen hier ongeveer 80 trekkende voertuigen rond. Dat zijn dus zeg maar de loks. Ik heb ongeveer 400 goederenwagons en ik heb ongeveer 200 personenwagons. Christo is geen modeltreinverzamelaar, maar een zogenaamde rijder. Zijn kick is het om een werkend spoornetwerk te maken met een goede controle. En dat betekent dat zijn treinen vooral moeten rijden. Zonder reserveonderdelen van zijn hofleverancier Märklin wordt dat in de toekomst zeer moeilijk. Ik zou dat als rijder, ik praat niet als verzamelaar, want de verzamelaar zou wel eens in zijn handen kunnen wrijven met sommige unieke stukken. Maar als rijder zou ik het heel erg vinden. Willem Arts heeft een winkel in Eindhoven van vooral Märklin treinen. Totaal aandeel van Märklin treintjes in de totale modeltreinenwereld is tussen de 60% en 70% in. De grootste op wereldniveau. Hij is met de duizenden modeltreinliefhebbers in Brabant erg geschrokken van de problemen van Märklin. Ik ben heel de dag door al verschillende keren gebeld geweest. Met mensen die hun ongeloofwaardigheid uitspreken over hetgeen wat gaat gebeuren en het eigenlijk niet goed kunnen pakken of niet goed kunnen begrijpen. Binnen 2 weken wordt duidelijk of het Duitse Märklin daadwerkelijk failliet zal gaan. Ik zou niet overstappen op een ander merk. Ik zou dit rijden totdat het niet meer kan. En dan zou ik er denk ik mee stoppen. En ik denk dat er gezien de vergrijzing in de Märklin of in de treinenliefhebbers in het algemeen, die gedachte toch wel algemeen is.